Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekken wolkenvelden over Nederland en soms zijn die wolken ook dik genoeg voor wat lichte regen of motregen. Maar die zon trekt wel naar het oosten weg, zodat het vanochtend geleidelijk aan op de meeste plaatsen droog wordt. In de ochtend temperaturen tussen 3 en 7 graden, daar komt vanmiddag nog wel wat bij. En dan halen we uiteindelijk maximum temperaturen van een graad of 8. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt. Hier en daar een sporadische opklaring. En tegen de avond van het westen uit weer toenemende kans op opnieuw wat meer regen. En die valt ook in de avond. Temperaturen in de avond blijven op zo'n 7 tot misschien wel 9 graden. En de wind waait uit het zuiden tot zuidwesten. Morgendag met beginnend bewolking en wat regenval. Daarna wordt het al snel op de meeste plaatsen droog, maar het blijft toch vrij grijs. Vooral in het zuiden kan de zon af en toe even doorbreken. Het wordt 9 of 10 graden bij weinig wind. En het weerbeeld blijft de komende dagen tamelijk grijs met veel wolkenvelden, soms een keer een opklaring en een klein beetje zon. Maar de kans op neerslag is klein en de temperaturen liggen tussen de 6 en 8 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.